Universiteit van Nederland. Ja, het bijzondere is dat de dienstregeling van de NS nog steeds met de hand wordt gepland. Je zou denken dat in deze tijd van supercomputers en AI de dienstregeling waar we allemaal afhankelijk van zijn, met de computer wordt gemaakt. Maar niet dus. Dat betekent dat er een stuk of vijf mensen in het NS-kantoor hier in Utrecht bezig zijn met het maken van de volgende dienstregeling. Een handjevol mensen dat bepaalt wanneer jouw trein vertrekt. Waarom? Dat zoekt de Universiteit van Nederland uit met treinreiziger en econometrist Rolf van Lieshout van de Technische Universiteit Eindhoven. Ik reis zelf ook meerdere malen per week met de trein. Uh, soms geeft het wel uh, inspiratie inderdaad voor, uh, voor mijn eigen onderzoek. Hoe een computer met hulp van wiskunde wel een perfecte dienstregeling kan maken. Dus dat is echt een gigantische puzzel. Alles hangt met elkaar samen. Als we dat wiskundig model aan de computer geven, dan geeft hij eigenlijk gewoon een error. Wat maakt het zo ingewikkeld? Rolf begint zijn verhaal met één trein. Het plannen van een dienstregeling voor één trein is niet zo ingewikkeld. Want die... Kunnen we op elke minuut van het uur inplannen. Dus dat geeft 60 mogelijke dienstregelingen. Maar als we dan een tweede trein toevoegen. dan kan die ook weer op 60 verschillende minuten worden gepland. En dan krijg je dus 60 keer 60 is 3600 opties. Ook dat is nog wel door te rekenen. Maar als we treinen blijven toevoegen. dan groeit het aantal mogelijke oplossingen exponentieel. En op een gegeven moment lukt het niet meer om die allemaal door te rekenen. en op deze manier de optimale dienstregeling te bepalen. En in de werkelijkheid kan de trein niet iedere minuut, maar zelfs iedere zes seconden vertrekken. Zoals dus we 100 treinen plannen, is dat 600 tot de macht 100, wat al echt een onvoorstelbaar groot getal is. Een 6 met 227 nullen. Ja, ik heb niet genoeg woorden om dat echt uh, uit te leggen hoe onvoorstelbaar groot dat is. Vind daar maar eens de perfecte dienstregeling tussen. Want zo'n dienstregeling moet ook nog eens aan allerlei eisen voldoen. Een trein heeft een bepaalde tijd nodig om tussen twee stations te rijden. Ook als een trein stationeert of uh, halteert, dan moet die tijd daar op tussen bepaalde grenzen zitten. De halteertijd is de tijd die de trein stilstaat op het station. Daarnaast willen we ook dat um, er genoeg ruimte zit tussen twee treinen vanwege de veiligheid. En we willen het belang van de reiziger ook meenemen. Dus de overstappen moeten goed zijn. De treinen moeten goed op elkaar aansluiten. En netjes elk kwartier een trein en niet. Dat vier treinen in één klein deel van het uur rijden. En dan is er één perfecte oplossing die aan alle eisen voldoet en de kortste reistijden oplevert. Alleen lukt het de computer niet om die te vinden. Dus is het aan de mens. Ook niet 100% perfect, maar ze zitten aardig dicht in de buurt. We kunnen dan wel niet de optimale dienstregeling bepalen, maar we kunnen wel uitrekenen hoe ver we van die optimale dienstregeling afzitten. En dat blijkt echt maar een paar procent te zijn. Dus ondanks dat de dienstregeling met de hand wordt gepland, blijkt dat die eigenlijk heel goed presteert. Voor nu is het 1-0 voor de mens. En toch blijft dat gek in deze tijd van computers. Ja, dus wat er eigenlijk gebeurt is dat mensen tijdens het plannen die eisen uh, dynamisch oprekken. Dus in het begin, als je aan het plannen bent, dan wil je dat de halteertijden bijvoorbeeld tussen 1 en de 5 minuten liggen. Maar op een gegeven moment past dat simpelweg niet meer. En dan heb je toch ergens dat een trein uh, 7 minuten moet stilstaan op een station. En zo gaat dit ook met de overstaptijden. In het begin lukt het om die allemaal kort te houden. Maar op een gegeven moment hebben we toch overstappen uh, van bijvoorbeeld 10 minuten of zelfs een stuk langer. Je kunt de computer wel leren om die ijs ook af en toe te versoepelen. Maar mensen zijn wat flexibeler. Een overstap op het ene station. Um, is misschien minder belangrijk dan een overstap op een ander station. En een mens kan eenvoudig die afweging maken. En die mensen beginnen hun dienstregelingspuzzel op het belangrijkste station van Nederland. En dat is waarschijnlijk niet het station dat je nu in je hoofd hebt: Utrecht. De dienstregeling wordt gepland vanuit Zwolle. De dus Zwolle is een heel belangrijk knooppunt in het Nederlandse netwerk, omdat daar treinen vertrekken in zeven verschillende richtingen. Dus we willen dat in Zwolle. Al die treinen goed op elkaar kunnen aansluiten en dat kunnen we realiseren door de, de planning te beginnen vanuit Zwolle. Als we weten hoe laat de trein vertrekt in Zwolle, weten we ook hoe laat die moet aankomen in Amersfoort. En in Amersfoort vertrekt ook weer een trein richting Amsterdam. En we willen dus ook dat die trein goed op elkaar aansluit. Zo plannen we eigenlijk elke trein één voor één in, tot we heel Nederland hebben gepland. Dat betekent dus ook dat je in Zwolle, als je daar één aanpassing wilt maken, dit gevolgen kan hebben tot in Roosendaal. En omdat we de dienstregeling planning beginnen in Zwolle, kan dit er ook toe leiden dat overstappen in bijvoorbeeld Roosendaal heel ongunstig kunnen zijn. En reizigers daar echt moeten rennen voor hun trein. De hoop is dat een perfecte dienstregeling daar ooit verandering in brengt. Want verrassing, een dienstregeling maken met de computer kon ooit wel. Hoe dat zit, daarvoor moeten we terug in de tijd. Naar de allereerste trein van Nederland. De eerste trein die reed op 20 september 1839. Dit is Peter Paul de Winter, hoofdcollectie van het Spoorwegmuseum. Hij heeft voor ons dienstregelingen verzameld van begin 1900 tot nu. Dit zijn echt de oude spoorboekjes voor, voor de oorlog. Je ziet dus hier eigenlijk maar op zo'n dagrijder. Even kijken. Dus heb je dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 treinen. Ja, er meer reden niet. Dus kwam, af en toe kwam er een keer een trein. In de loop van de 20e eeuw kwamen er steeds meer treinen bij en dus ook een uitgebreidere dienstregeling. In eerste instantie werd alles met de hand gedaan: zelfs timen hoe lang een trein erover doet om van A naar B te komen. Dan wordt begin 20e eeuw de tijdschrijfmachine uitgevonden. Een voorloper van de computer, vol buizen, tellers en wielen. En met deze machine kon je dus uitrekenen dat hoe lang een trein erover deed. Er zit hier aan de ene kant een telwerk die stelde vast hoe lang je erover gereden had, dus de tijd. En het andere telwerk die stelt vast uh, de, de, de afstand die je hebt afgelegd. Wat men ook deed met deze machine was, eh, zeg maar, naast het berekenen van, van de rijtijden, kon men ook vaststellen van als we bijvoorbeeld het sein verplaatsen, wat is het effect op de rijtijd. En die rijtijden zijn natuurlijk de basis van de dienstregeling. Want je wilt natuurlijk weten hoe lang doet de trein erover om van A naar B te komen. Dat maakt het makkelijker om grote veranderingen te testen en door te voeren. Dan 1970. De dienstregeling gaat volledig op de schop. De auto wint aan populariteit en de NS moet voor het eerst reizigers echt overhalen om de trein te nemen. En dat deden ze eigenlijk door een geheel nieuwe dienstregeling in te voeren die voor het eerst klokvast was. Dus dat betekent dat de trein elk uur op dezelfde minuut rijdt. Dus de trein van Den Haag naar Groningen vertrekt bijvoorbeeld elk uur precies om kwart over. Dit betekent dat het... Dat de treindienst veel voorspelbaarder werd en daardoor uh, aantrekkelijker voor mensen om te gebruiken. Er wordt ook echt heel erg hun best gedaan om treinen goed op elkaar te laten aansluiten. En de dienstregeling werd toen dus ook symmetrisch, wat betekent dat je heenreis altijd precies even lang duurt als je terugreis, zelfs als daar overstappen in zitten. Die symmetrische dienstregeling levert een bijzonder fenomeen op. Als je op een traject zit waar treinen één keer per uur rijden, dat je eigenlijk precies op het hele uur en dat half uur. De tegemoetkomende trein tegenkomt. Daar moet je maar eens op letten. de volgende keer dat je de trein pakt. Terug naar 1970. De handgemaakte dienstregeling. Eigenlijk hebben we die dienstregeling heel lang gebruikt. wel met wat kleine aanpassingen. Maar de volgende grote aanpassing was in 2007. Toen is er weer een geheel nieuwe dienstregeling bepaald. En daarvoor hebben we voor het eerst echt een computermodel gebruikt. Dus alle eisen werden eigenlijk doorgegeven. Um, en ingevoerd in de computer. En er kwam dan een dienstregeling uit die aan al die eisen voldeed. Die dienstregeling is toen ook een paar jaar met veel succes gebruikt. Maar toen de treinen bleven toevoegen, toen gaf het computermodel eigenlijk op een gegeven moment terug van error. Er is gewoon geen dienstregeling meer die aan die eisen voldoet. Ja, dus in 2017 is de dienstregeling weer volledig vernieuwd. Maar toen is dat dus weer met de hand gebeurd, op de ouderwetse manier. Ook de volgende dienstregeling wordt weer met de hand berekend, vanuit Zwolle. Maar in de toekomst wil Rolf dat de computer het weer gaat doen. Daarvoor moet het computermodel, dat in 2007 met succes is gebruikt, wel aangepast worden. Om dat te begrijpen, moeten we eerst uitleggen hoe dat model eruit ziet. Dat kun je zien als een soort van um, zoektocht door een boom van mogelijkheden. En in die boom is elke knoop eigenlijk een gedeeltelijke dienstregeling. En elke vertakking geeft uh, mogelijkheden weer. Als we bijvoorbeeld twee treinen hebben, kan trein A of voor trein B vertrekken binnen het uur of erna. En dat zijn dus dan twee vertakkingen in die boom. Elke trein die je toevoegt, die voegt weer extra vertakkingen toe. Dus dat wordt echt gigantisch. Zoveel dat de computer het dus niet meer aan kan. Daarom moeten een aantal vertakkingen worden weggehaald, zodat de boom en dus het aantal opties kleiner wordt. Dat doen we eigenlijk doordat als we een gedeeltelijke dienstregeling hebben, al te proberen te voorspellen hoe goed die dienstregeling uiteindelijk gaat worden. Als we bijvoorbeeld zien dat een aantal reizigers al een vrij lange overstap hebben, dan weten we dat dat nooit tot een optimale dienstregeling kan leiden en kunnen we dat deel van de boom eigenlijk afsnijden. Dan hoeven we daar niet meer verder te zoeken. Die optie, die hele tak valt dan af. Ja, dat kan echt zo snel uh, miljarden opties schelen, waardoor we veel sneller de optimale dienstregeling kunnen bepalen. Klinkt simpel, maar het blijkt behoorlijk lastig om te bepalen welke stukken van de boom kansloos zijn en daarom afgesneden moeten worden. Genoeg werk voor Rolf en andere wetenschappers over de hele wereld. Maar wie weet, rolt er ooit met één klik op de knop een perfecte dienstregeling uit de computer? Op dit moment is het toch wel echt toekomstmuziek. Maar elk jaar zijn we weer een stapje dichterbij om het dienstregelingprobleem echt goed te doorgronden. Dus uh, ik hoop dat het in de toekomst zeker mogelijk is. Zet hem op, Rolf, want wij zien zo'n perfecte dienstregeling wel zitten. Nooit meer rennen in Roosendaal. En jij, beste reiziger, de volgende keer dat je met de trein reist, bedenk dan dat die door een handjevol mensen is ingepland. En moet je onverhoogd toch lang wachten op het perron? Dan hebben wij nog heel veel afleveringen voor je klaarstaan. Kom je de tijd wel mee door? Tot de volgende!